Wat nu als je denkt dat je tot geloof bent gekomen, maar je hoort of je ervaart maar niets? Wat dan? Er zit al een vooronderstelling in, hè? Wat als je denkt dat je tot geloof gekomen bent? Daar klinkt wat twijfel in door. En die twijfel heeft dan vervolgens alles mee te maken, omdat jij denkt dat geloven vooral ook te maken heeft met ervaring en voelen, als ik het goed heb begrepen. En dat is een heel veel gestelde vraag. En dat is ook een probleem waar heel veel prille christenen mee te tobben hebben. En tegelijkertijd wil ik je meteen maar een vraag teruggeven. En dat is, waar baseer je je geloof op? Hoe weet je zeker dat je geloof echt is? Nou, het woord voor geloof in het Nieuwe Testament betekent allereerst en allermeest vertrouwen. En vertrouwen doe je met je hart en met je hoofd. Ja, dat is een kwestie van jouw gezindheid, richt zich op iets wat jou wordt beloofd. En met jouw verstand check je, controleer je of dat wat je wordt beloofd ook klopt. En dat is precies wat er gebeurt als het evangelie jou wordt verkondigd, als je het evangelie leest in de Bijbel. Wat wordt er van jou gevraagd? Vertrouw jij de woorden van God dat hij zegt, zo lief heb ik jou, want wereld is zo breed, kosmos, daar horen de planten, de dieren en zeker ook jij bij. Zo lief heb ik jou, dat ik mijn enige geboren zoon gezonden heb. Opdat ook als jij dat gelooft, je niet verloren gaat. Vertrouw je niet allereerst, ja, maar ik voel helemaal niks als ik die woorden hoor. Het eerste wat je moet zeggen is, vertrouw ik de Heere op zijn woord? En naarmate je dat vertrouwen voedt uit dat woord en je met God leeft, ervaar je ook, daar heb je het woord, hoe waar het is wat je hebt beleden. Ik geloof dat. Zo waar als ik het vind dat de Bijbel van kaf tot kaf het woord van God is, zo waar is dat ook voor mij. Wat ik altijd een heel behulpzaam voorbeeld vind, is wat ik ooit eens van mijn collega van Kampen, jullie niet onbekend, komt hier ook wel, nu predikante Goes, heb gehoord. Die heeft het voorbeeld eens gebruikt van twee jongetjes, het is niet echt gebeurd, maar je kunt je voorstellen, zeker als je het hem hoort vertellen, dat het echt gebeurd zou kunnen zijn. Twee jongetjes in de tijd dat het volk van Israël op het punt staat om Egypte te verlaten. En ze zijn allebei de oudste in het gezin. Nou, je voelt hem wel aankomen. Die hebben van hun pa gehoord. Er moet bloed aan de deurpost. Als dat bloed er niet zit, dan komt er een verderfengel voorbij. Die komt hier naar binnen en dan doe jij je ogen niet meer open. Dan ga je dood. Nou, die ene oudste zoon van het gezin, die schrikt zich, ik weet niet wat, en die zegt tegen zijn vader, ik wil er zelf bij staan als u met die hyssopkwast aan de gang gaat en dat bloed van het lam aan de deurpost doet. En het jochie staat erbij te kijken, ik zou een grotere kwast gebruiken, pa. En ik zou nog iets meer bloed, daar, want ja, het wordt straks wel donker, hè? En straks ziet die engel het niet, het gaat wel om mij. Ik ga straks slapen, want ik wil wel heel graag morgen wakker worden. Nou, zo gaat dat een poos door, een heel doe en uiteindelijk, als hij nog drie keer is wezen kijken en zijn vader hem voor de zoveelste keer gerustgesteld heeft, gaat het jongetje slapen. En het wordt een zeer onrustige nacht. Wat kan die maar moeilijk gevoel krijgen bij de belofte van God, dat het echt zo is. Als het bloed er zit, dan ben je gegarandeerd morgenochtend gezond wakker. Er is ook een andere, dat is ook de oudste in het gezin. En die zegt tegen zijn vader, wat? Bijzonder verhaal. Heb je het op de deurpost gedaan, pa? Ja, wilt rusten. En die slaapt. Ja, zijn vader zegt het toch? God belooft het. En zijn vader zegt dat het waar is, dat hij het heeft gedaan. Wie is er die nacht gered? Wie deed er de volgende ochtend zijn ogen open? Volgens de redenering van de vraag zou je moeten zeggen, de tweede natuurlijk. Want die was zo zeker van het feit dat het allemaal goed zou komen.
Dat is nou een echte gelovige. Die jongen zal blijkbaar zoveel gevoel hebben gehad. Hij vertrouwde God op zijn woord en de boodschapper namens God zijn vader. En die andere, die had meer mogen voelen en meer mogen geloven, maar die is ook gered omdat de verderfengel voorbij ging vanwege het bloed. Deze gedachtegang kom je ook al tegen bij Calvijn, die zegt, je hebt mensen met een emmer geloof, een emmer vol geloof, anders dan kun je daar nog de verkeerde kant mee opgaan, en een druppeltje geloof. En nu denken wij, mensen met een druppeltje geloof, die moeten nog meer zondekennis krijgen, die moeten nog meer ingelijfd worden in Christus, die moeten meer ervaren wat het is om gedoopt te zijn met de Heilige Geest. En nou goed, je kunt er allerlei dingen bij halen. En de mensen die een emmer vol geloof hebben, ja weet je, dat zijn de verzekerden. Die hebben al zoveel meegemaakt. Maar Calvijn zegt, het kleinste druppeltje geloof is even 100% zeker van de vergeving van de zonde. En van het feit dat je uitverkoren bent en dat je een nieuw lichaam krijgt en dat je deelt in het evangelie. Als die hele grote emmer vol. Want, wat is geloof? Of het nu een druppeltje is of een emmer vol. Geloof richt zich altijd op het werk van Christus. En wie durft daarvan te zeggen dat het niet genoeg is? Ik kan mijzelf heel lang bevragen op van, ja, maar ik zou er meer bij moeten voelen. En ik preek soms ook wel eens kouder dan het moet zijn over de Heer Jezus in de lijdenstijd. En ik had graag dat ik altijd helemaal alles in mijn hart erbij had. Als ik daarop een relatie van God beoordeel, de relatie met God, of ik het altijd helemaal voel en dat ik er heel veel bij ervaar, en ik zeg, nee, dan kan ik dus geen kind van God zijn. Nou, dan moet ik jullie nu bekennen, dan ben ik ook geen man van mijn vrouw. Dan hebben wij een zeer bedriegelijk huwelijk. En dan bedriegen wij elkaar. Want ik heb vanavond niet aan haar gedacht tot op dit moment. En dan zegt niemand, ja, dat is raar. Jongen, jongen, we zullen er een therapeut achteraan sturen. Toch? Nee, want mijn focus ligt nu bij jullie. Maar op de achtergrond is zij altijd bij mij. En als ik haar straks weer zie, nou, einde citaat. Maar er is toch niemand die dan zegt van wat een vreemd iets. Nee, het gaat erom, ook als je de Heere hebt leren kennen, dat je niet gaat baseren op al die bijzondere dingen die er ook in een huwelijk zijn, maar dat je weet, ik vertrouw haar en zij vertrouwt mij, want wij hebben voor Gods aangezicht ja gezegd. Goed, zomaar een paar dingen